Denkend aan showroom zie ik Han Veendorp, of Lampie, zoals we hem hier in Den Haag noemden. Men neemt een kapotte gloeilamp. Waar kijkt u nu naar? Ik kijk naar het draadje, of ze tegen elkaar gaan komen, de draadjes. Soms is het erg moeilijk en soms is het zo gebeurd. Dus de kapotte draadjes moeten weer tegen elkaar komen? De kapotte draadjes moeten tegen elkaar komen, dat lukt nog. Hier is het, voor elkaar. Hier heb je weer een lampje. Han Veendorp noemt het aantikken. Hij tikt en schudt de restanten van de kapotte draadjes in de lamp weer tegen elkaar of tegen de staafjes aan. De zaak smelt aan elkaar vast en de lamp gaat weer branden. Nu heb ik het uit één steunoogje stuk draad weggeschud. Nu is het wat langer geworden. Hangt tegen het ene staafje aan en nu zult u zien, nu komt hij ook tegen het andere staafje aan. Nu heb ik hem eindelijk te pakken. U ziet het, hij brandt. Even voor de technici onder u. De lamp blijft branden door hem in serie te schakelen met andere aangetikte lampen of door een transformator te gebruiken. Het is ook voor u nog steeds een mooi moment als die begint te branden? Dat vind ik altijd een mooi gezicht. Als het begint te branden, vind ik het een prachtig gezicht weer. Maar je weet nooit precies wanneer, hè? Nee, dat kan ik nooit meer zeggen. Dat kan heel lang duren, dat kan ook kort zijn. Dat kan ook helemaal niet gaan. Heeft u wel eens met één lamp heel lang zitten tikken? Voor een heel mooi lampje of een speciale kleur of zo, dan wil ik wel, als ik twijfel, zou die doen, zou niet doen, wil ik wel eens een half uur of drie kwartier zitten tikken en te schudden. Ja. En dan komt ineens het moment. Komt ineens het moment een brand ingevoerd. Dat is ook steeds verschillend, hè? Dus iedere keer verschillend. De ene keer valt het draadje zo, en de andere keer valt het draadje zo. Dan valt er weer brandt er een lang stuk draad. Dan brandt er weer een heel klein stukje draad. En dat is juist interessant. Dit is een hele mooie. Mooie lichtlijnen zijn het. Mooie lijnen zijn er, hè? Ziet u mooi gespiegeld, deze. Het is voor u, geloof ik, net een soort kunstwerkje, hè? Dit is een soort kunst, eigenlijk. Ja, dus je kan het technische kunst noemen. Ik weet het niet hoe ik het kan noemen. Maar zo geniet u er ook van? Zo geniet ik ook van als ik die dingen zo zie. U ziet het net zo lief als een mooi schilderij? Ja, zeker. Ik vind het veel mooier als een mooi schilderij. Waarom? Ja, omdat het... dit leeft, de stroom leeft in de schilderij, ja. Dat staat er maar, papier is eigenlijk maar dood. In de huiskamer bij mij staan 558 lampen. En in de voorkamer staan 305 lampen. En op de tweede etage aan de achterkamer staan 642 lampen. In de techniek 173 lampen. En in mijn slaapkamer nog eens 17 lampen. Dat is een totaal van 1695 lampen. Hoe komt u toch allemaal aan die spullen? Het grootste gedeelte is uit sloopwanden afkomstig. Namelijk tussen 1967 en 1970 werd een groot deel van het Zuidenhoutkwartier in Den Haag gesloopt. De mooie straten, de Koenstraat, de Daandelstraat, waar echte herenhuizen waren. Daar kwamen prachtige dingen uit.
Hoeveel van die slooppanden heeft u wel bezocht? Nou, dat zou ik niet kunnen zeggen, maar van het bezuin houtkwartier zullen er 300 tot 500 geweest zijn. Wat bent u eigenlijk van beroep? Nou, ik heb afgestudeerd als wiskundig ingenieur. Wiskundig ingenieur? U heeft op uw 35e voor het laatst gewerkt. Op uw 35e voor het laatst gewerkt. Toen voelde ik deze druk, het juk van de prestatiemaatschappij, sterk op me afkomen. Dat kon ik niet tegen. Je moest vast presteren, de prestatiedwang. Ja? En toen ben ik 1 maart 67 mee opgehouden. Maar u leefde, wat ook natuurlijk een uitzonderingssituatie is. Van mijn ouders geld gedeeltelijk, toen al. Ja. Dat moet ik wel zeggen. Dat was natuurlijk ook een rare uitzonderingspositie. En waar vult u uw dagen mee? Ook vaak bridgen. Nou, maandagsmiddags en dinsdagavond en woensdagmiddag ga ik bridgen. Dat zijn heel gezellige dagen voor mij ook. En donderdags komt er meestal iemand om me te schaken. En vrijdags heb ik weer zo'n huispartijtje bridgen enzovoorts. En dan tussendoor ga ik met die lampjes aan de gang. Bent u, om die levenswijze te kunnen volgen, ook ongetrouwd gebleven? Ja. De vrouw wilde altijd mijn druk uitoefenen dat ik in het gereel liep en zo. Het gereel zou lopen en dat wilde ik natuurlijk helemaal niet. Ze wilde altijd maar, een vrouw wil vaak een werkslaaf van de man maken. En een prestatiesoldaat en daar moest ik niks van hebben. Nee, ik denk ook niet dat ze zo blij waren geweest als u je huis dan ineens met allerlei lampen ging versieren. Nee, vele vrouwen vinden dat wel heel erg. Allemaal lampen. Als ze de hele dag 24 uur met mij zouden moeten omtrekken, met 700 lampjes in de omgeving, nou, dan zouden ze wel schrikken, denk ik. Huh? U had nou het geluk dat u in een goed gezin werd opgegroeid. Ik bedoel, waar geld was. Ja, ja. Stel u voor, dat was er niet geweest. Had u dan ook zo gaan leven? Misschien was ik wel klosjaar geworden. Dat kan ook best geweest. Misschien was ik dan wel wachter van een vuilnisbelt geworden of iets dergelijks. En dan had ik daar toch wel rommel gezocht. Dat had ik nooit kunnen voorspellen. Dat had wel zoiets kunnen zijn. Maar zeker niet in een normaal gereel lopen van de prestatiemaatschappij. In de kazerne van de prestatiemaatschappij. Toch niet? Daar moet ik niet van hebben, nee. Op internet tikten we de naam Han Veendorp in. Dit zagen we. Gisteren stond er een overlijdensbericht in de krant. Zomaar plomp verloren in de linkerbovenhoek. Han Veendorp is overleden. De energie die deze gloeilampen uitstraalde leverde een kamertemperatuur op van rond de 30 graden. De maandelijkse energienota bedroeg zo'n 450 gulden. Ze zeggen wel eens dat Las Vegas de enige stad is die je vanuit de ruimte op aarde kan zien liggen. Maar als het dak van dit huis afwaait, dan zou ik een goede tweede zijn, sprak hij niet zonder trots. Bij Han Lampie Veendorp is de spanning eraf. Zijn lampje werd niet meer aangetikt. Het gemeentelijk energiebedrijf plaatst volgende week een rouwadvertentie. Was getekend Robert-Jan Ruip. Dat ben jij. Dat klopt. Ik heb dit artikeltje uitgeschreven. Een column was het eigenlijk voor het Haagse Straatnieuws. Ter gelegenheid van het overlijden van Han Veendorp in 1997, december, als ik het goed herinner. Het viel me toen op dat er nergens in de Haagse media echt een bericht van me was gekomen. Terwijl het toch een zeer markante figuur was in Den Haag. En vandaar dat ik hem nog even wilde memoreren. Ver weg van Schiphol, op het Friese platteland, staat het huisje van tekenleraar Peter Haak. Boven het huisje ligt het knooppunt van belangrijke luchtroutes. Zijn hartstocht is het opvangen van de gesprekken hoog boven hem. Die zijn zijn vastigheid. Want wat er rondom hem, beneden ook gebeurt, daarboven gaat het gewoon door. Ik zie dus die vliegtuigen langskomen en ik wil zo graag weten wie ze zijn. Vandaar dat ik met een radiotje erbij dus kan weten wie het is. En dat is een, vind ik een... Amsterdam, Canary 564, and now coming up to maintaining level 320. Mooi, hè? Ik vind het... dat je dat hier kan horen, wat er dus op zo'n grote afstand gebeurt, hè? Vind ik zo mooi. Die gesprekken die ik dus kan horen, dat is juist zo mooi. Die kan ik van grote afstand horen. Ik kan gesprekken boven boven Denemarken horen. Ik kan dus een vliegtuig dus helemaal volgen over Nederland. Ik kan mezelf zien, hè? En dan kan ik hem tot boven Frankrijk volgen. En dat speelt zich allemaal in een uur of en twee kwartier af. Dus anderhalf uur. Of een uur zelfs.
Dat vind ik wel iets fantastisch. 1354 Fire Grey. Zie je het? Zie je het? Goed, nee, dan komt hij daarop. Mooi, hè? Ja, ik vind het heel mooi, hoor. Sorry, man. Landing 05. Estimating landing 05. Requesting the... Wat ik zo mooi vind, is dat dit gesprekken zijn waar geen onnodig woord wordt gezegd. En die correctheid waar de mensen mee praten. Ja, dan... Het landschap heeft een zekere sfeer. Ja? Wolken hebben een sfeer. En we vinden dat ongerept. En toch gaan daar kaarsrechte streven doorheen met mensen. En dat vind ik zo fascinerend eigenlijk. Dat die twee werelden van het romantische, wat je op schilderij ook had, romantische landschappen, prachtige luchten, dat je tegenwoordig daar zomaar messcherp, mathematisch scherp, dat die lijnen doorheen ziet lopen. En dat daar mensen voor die streep uitgaan. Misschien 400 tegelijk. Dat zien we, wij zien die strepen, we zijn vliegtuigen, maar ondertussen de wereld gaat er over je heen. Met de snelheid. Die gaat richting Ierland. Met een snelheid van bijna 1000 km/u. En ze zitten misschien als ze hier overkomen, mogen ze net hun riemen losmaken. Krijgen ze misschien een eerste kopje koffie. Peter Haak heeft één probleem. De afstand tot Schiphol. Hij hoort wel wat de vliegers tegen Schiphol zeggen, maar niet wat Schiphol antwoordt. Daar heeft hij iets op gevonden. Kees. Hallo Kees. Hallo, zeg, ik wil eens met jullie bij je gaan luisteren. Nou, dat kan jongen. Ja, doe dat. Ik wou eigenlijk luisteren naar 129.3, Amsterdam Radar Noord. Heb je daar iets op staan? Ja, ik heb net een vliegtuig gehoord richting Bremen. Ja. Ja, heb jij die ook gehoord? Ja. Oh, wat leuk. Ik heb nu een approach op staan. Goed, ga ik even naar het approach toe. Momentje hoor. Ja. Waar woont Kees? Kees woont in Harderwijk. En die heeft een zeer bijzonder apparaat, of zeer bijzonder antenne, waardoor hij vanuit Harderwijk, Schiphol, alles kan krijgen. De ground en approach en dus alle gesprekken van de grond, zelfs de vliegtuig op de grond kan horen. Ik heb hem op approach staan. Ja, ik ook. Dan eens even kijken of daar wat is. Wat? Ja, mooi. Dus 504, die gaan we nu volgen, jongens. 504, die gaan we ja. Die kunnen we, hou hem, Kees, want dat is heel mooi. Ja? Ja, die moeten we houden. Ik kan hem dus hier niet horen, hè? Dus. Het is heel mooi. Die kunnen we volgen, hoor. Zo moet je wel even de tijd hebben. Kost je wel film trouwens, maar goed. Ja, kan ook niet. Naar Göteborg, hè? Naar Göteborg, ja. Enkel left departure. Wat is de Q&A's vandaag? 1-0 en dan? 1-7? Dan zou je zeggen dat de barometer weer stijgt. Kijk, die Q&A's, dat is de barometerstand. Dus die barometerstand die wisselt, hè? En als je die hoogtemeters daar niet op instelt, dan krijg je een gegeven moment dat die hoogtemeters te hoog of te laag aanwijzen. Dat is wel natuurlijk niet zo leuk als je gaat landen en je bent er eigenlijk al, hè? Dan krijg je dus een... Dan krijg je namelijk een zogenaamde crash. Oh ja? Zeg, volgende 544 is. Waar zit die nou? Die is nou aan het opstijgen. Die mocht gelijk vertrekken. Ja, wat zegt Amsterdam nu? Ja? Bezem. Pampus Radio. 140. 140. After Pampus, direct Bezem Radio 045. And I'll read you, Phantom 140. Gooi hem 504. Gooi hem, daar hebben we. Jij krijgt het gevoel dat je een beetje mee mag leven met die wereld wat er over je heen gaat. We hebben onze wereldje hier, onze kennissen, onze probleempjes. Ja, het is eigenlijk zo van, wat is nou allemaal vreselijk belangrijk? En, maar met die vliegtuigen heb je het gevoel, dat gaat nou allemaal over ons heen. Zeg Kees, we gaan nu een einde maken. Zeg, hartstikke bedankt, hè? En, nou, we doen het weer een keer, hè? Zeg, geweldig bedankt hoor. Hartstikke leuk. Daag. Ik vind het erg behagelijk om hier op de grond, zo, terwijl ik mijn aardappels aan het schillen ben. Hè, of ik zelfs, als ik in het bad zit, dan gaat het luidsprekertje gaat weer om de hoek. En dan ga ik lekker in het bad, al luisterend, wil ik gewoon weten wat er gebeurt. En dat vind ik zo'n vermakelijke sfeer eigenlijk. Hè. Het is zelfs zo, ik luister zo intens soms dat ik soms ook die termen gebruik.
He, ik sta wel eens, ik sta wel op en dan zeg ik tegen, tegen mezelf, je waar kleed hoe staat. En ik zeg echt vertellen dat ik soms zo vervuld ben, dan stap ik op mijn fiets. Ik probeer dus ook wel eens in mijn geest voor te stellen, hoe is vliegen als ik op mijn fiets zit. Zou ik ook hoog willen, maar het wordt altijd verknoeid doordat je dingen hoger dan jezelf ziet. Maar als ik daar zo langs ga, dan kijk ik zo richting het oosten. En dat is een hele groot stuk weigebied. En daar zie ik de horizon vaag. En dan kan je daar zeggen, ja, nou vlieg ik. En dan ga ik dus imaginair vlieg ik dan richting school. En dan kom ik in de buurt van school en dan land ik zelf weer zo. Dan zeg ik allemaal tegen mezelf, al met Engels. Belachelijk, hè? Op een frisse lentedag in 2006 zijn we nog eens gaan kijken of Peter ze nog steeds hoort vliegen. Hallo, hallo. Eindelijk de NCV-nazorg. Welkom. Je woont er nog steeds. Welkom, welkom, heren. Ook welkom daar. Peter Haak. Peter Haak, ja. Zo, nou. Nog steeds het knooppunt van vliegroutes boven je? Ja, dat is nog altijd toch wel... Maar kom even binnen, het is zo koud, hè? Je doet het nog steeds? Ik doe het nog steeds. Kom verder. Dan komen we naar binnen. Nou, hier is het dus gebeurd. De cameraploeg stond daar. En jullie hebben ook dit nog een keer opgenomen, weet ik nog wel. Maar ik kan je nog even een saillant detail laten zien. Jullie hebben namelijk bijna mijn huis in brand gestoken, Henk. Want hier heeft de lamp gestaan, de schijnwerper. En daar is nog steeds een gezwart geblaken stukje plafond. Wist je dat? Nee, het is allemaal net goed gegaan. Je wil schadevergoeding, ja. Nou, de camera zat daar. Nou, lijkt me leuk om hier te zitten. Zodat we nog even een soort herhaling krijgen. Misschien kan je dat later gebruiken om een aansluiting te maken op het oude showroom. En dan zal ik hier even, ga ik hier zitten en dan wil ik hier wat dingen vertellen. Is dat goed? Lijkt mij prima. Goed, dan ga ik even stoppen, want ik moet even een lijst halen. Momentje, heer. Moment. We zijn al 25 jaar verder en je vindt het nog steeds opwindend? Ja, vooral toen hoorden we, het is nu drukker geworden en vooral naar het Verre Oosten zijn nu... Nou, dat is, weet ik ook allemaal niet. Nog steeds opwindend? Ja, maar goed, even over die ik zet hem er eventjes op terug. Want anders... Nou, laat hem maar lopen. Ja, dat is goed. Ja, laat maar lopen. Ja, dat wou je, hè? Ja. Ja, goed. Goedenavond, meneer Haak. We zijn op weg naar Seoul. En wij zijn boven de Tjeukenmeer. En wij gaan richting Jauren. En als we bij u zijn, zullen we even met de verlichting knippen. Dus een grote Boeing kwam over. En met verlichting, met spaceverlichting, heb ik gezien. Ik ben buiten gestaan. Kom maar, dat steeds op jouw luidspreker ook. Maar heeft die hobby zich nog uitgebreid of niet? Ja, ja. Ik ben ook naar de militairen gegaan. Er is voor ons luisteraars heeft zich een ramp afgespeeld. De militairen hebben sinds februari alle frequenties, alle UHF-frequenties veranderd. Waarom? Waarom? Spionage. Gewoon. Gewoon. Gewoon, veranderd. Ja, wij hebben natuurlijk geen belang bij of liever gezegd, zij hebben geen belang erbij dat amateurs daar naar luisteren. Sterker nog, ze houden daar niet zo van. Terwijl de burgers, dat is nog steeds zo, die doen helemaal niet moeilijk. Ja. Waarom heb je de militairen erbij genomen? Omdat ik hier in Leeuwarden heb. Vliegbasis Leeuwarden. En wij gaan met vakantie naar Vlieland en daar heb je de Vliehorst en daar kan ik allemaal volgen. Maar om te zeggen... Ja, wat wel leuk is, joh, hetgeen met wel dat vliegtuigen of dat die F-16's bezig zijn aan het oefenen. En dat ze doelen aanstralen. En dat zijn gewoon burgerdoelen. Dan zeggen ze met CEO de round building daar en that is your target. En dan gaan ze dus zogenaamd op schieten. En zo is het hier ook wel eens in de buurt en dat ik ze ook hoor. En dat ze dus ondertussen ook bezig zijn aan het oefenen. Ja. Waaraan denk je dat het zo'n succes gehad heeft? Geen idee. Ik heb wel altijd de behoefte gehad dingen uit te willen. Dingen die mij beroeren om het aan andere mensen over te brengen. Ja, dat heb ik graag gedaan. Het onderwijs heb ik ook geweldig gevonden. En ik ben tekenleraar geweest. En dat je een klas hebt. En die luistert naar je. Dat heb ik meegemaakt. Als je over dingen vertelt. Want ik heb ook onzin verhalen verteld. Ik heb verteld. Ja, het heeft me niks mee te maken hier. Maar het is wel een mooi verhaal.
We hebben Louis van Dijk op school gehad. Hè? Die ging in het kader van cultureel op school, weet je wel. Ging die spelen bij ons op school. En die kinderen die kwamen, die vonden het fantastisch. Goh! En toen zei ik, jongens, ik heb een geheimtje, maar je moet het nooit verder vertellen. Ik zei, hebben jullie naar zijn vingers gekeken? Nee, ik zei, dat klopt, want hij speelde allemaal. En dat doet hij expres. Hij houdt ook geen microfoon vast, want als je dus goed naar zijn vingers kijkt... Zei, hij heeft 7 vingers. Ah, niet waar, ja. En daarom speelt hij 7/5 sneller dan een gewone pianist. Hij is de snelst spelende pianist van Nederland. En hij speelt zelfs zo snel... dat als je dus gewoon met het licht net bekijkt... zie je dus door stroboscopische effecten... kun je die vingers stil zien staan en dan kan je 7 vingers tellen. Nou, die kinderen vonden het verhaal geweldig. Nou, dat hebben ze toen in een opstel opgeschreven. En toen kwam de muzieklerares op hoge poten bij me. Wat heb jij hun wijs gemaakt? Nou, toen aan de pomp en dan... Hier heb ik een verbrandingskamer. Die heb ik gekregen van de technische dienst, officieel afgevoerd. Dit is het heetste gedeelte in een Jumbo-motor. Deze ring. Dan moet je zien, dat is dit stukje. Dit, en dan loopt hij zo. En dan loopt hij zo. En dan loopt hij zo. En zo komt het vuur er doorheen. En hier komt de verbrandingslucht doorheen. En je ziet, kijk maar eens even details. Er zitten scheuren in. En daar is hij afgekeurd. Dit is titanium. Die heb ik dus gekregen van Piet. Piet die werkt dus bij de technische dienst. Bij de KLM. En die heeft mij met de auto naar de trein gebracht. Deze is toen in het bagagenet gekomen. Van de trein. Van het spoor. Mensen keken al, waar komt hij mee aan boord? Nou ja, in Amsterdam voel je me nog niet zo opgeladen. Maar ik denk, hoe kom ik thuis? Zonder al te veel gedonder. Maar het was gelukkig laat 's nachts. Een uur of 12 kwam ik geloof ik aan. Naar de fietsenstalling. Heb ik hem even om de hoek gezet. Heb ik hem zo om mijn nek gehad. Even kijken, hoe was het nog maar. Oei, zo. Zo, heb ik hem gehad. Ik hoop niet dat het al te zwart wordt. En zo, geloof ik, dat ik zo gedaan heb. En zo kon ik nog sturend op de fiets. Heeft deze dus de laatste reis naar mijn atelier gemaakt. Om niks te doen. Maar moet je nagaan, hier heeft dus een geweldig stuk vuur tegen aangezeten. Net als een tuba. Hey, dat is leuk. Ja, het is familie van de tuba, zou je kunnen zeggen. Mijn allereerste vliegreis, die heb ik als verjaarscadeau aangeboden gekregen van mijn ouders. Voor mijn verjaardag mocht ik vliegen van Groningen naar Schiphol. Zal ik je vertellen dat ik dat eigenlijk in het begin helemaal niet wilde? Want ik dacht, het zal misschien toch tegenvallen. Laat mij er nou naar dromen. Ik heb het gedaan en ik moet je zeggen, het is een gigantische ervaring voor mij geweest. Maar ik was wel behoorlijk benauwd. Later heb ik nog meer gevlogen. Van Japan zijn we toen met een groot straalvliegtuig, een DC-8, naar Bangkok gegaan. Het is voor mij mijn allermooiste reis geweest in de lucht. Ik was er. Het opstijgen, het meegevoerd worden door het vliegtuig. Ik weet nog dat ik tegen mijn collega zei van... Toen stijg Steven op, bulderend lawaai. Dan zei ik alleen maar, ging naar voren zo en zei: power! Denkend aan showroom. Dan, ja, dan denk je gelijk aan Dirk van Oort. Dat was een typische man en die zo in feite door het programma Showroom ook helemaal in heel Nederland bekend geworden is. Mooi gezegd als je zo vliegt, hè. Kan je niet? Mooi beestjes. Je vindt het mooi, hè? Eenzaam en verlaten. Dwalen ze door de straten. Hè? Maar de mens niet, dat is vijand. Kijken elkaar aan of ze elkaar dood willen maken. Maar die niet. Dat doen ze niet, lieve beestjes. Als zo de mensen waren, dan was de wereld anders. Maar dat winnen ze niet. En nou eens kijken hoe kan het nou bestaan als ze nou zo macht, dan lopen ze elkaar over het lijf heen.
dat wij elkaar eens over het lijf lopen. Dan komen ze op de tegen staan en dan is hij. De hele wereld zit tegen elkaar in opgeschroeven en dat is rustig, dat is vrede. Dat is nou echt vrede. Niet aan. Dirk van Noord woonde samen met zijn broer in dit huis aan de Rijn. En hier wonen vandaag de dag de vrienden van Dirk, die het nog vaak over hem hebben. In deze stoel heeft Dirk gezeten, hè? Ja, jarenlang. Ja? Ja. Mocht hij er wel in vermoeden, de vrouw? Ja. Waarom niet? Ja, dat weet ik niet. Omdat hij wel eens rookt, denk ik. Hij is ook wel eens. Kan hij voetballen kijken. En veilig mocht hij geen televisie. Waarom niet? Het huis Davids. Ja, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Leg eens uit, het huis Davids. Nee, dat kan met geloof niet. Nee, dat kan niet overwegen. Was hij gelovig dan? Ja, onder het dubbeltje. Wat? Ja. Onder het dubbeltje. En wat betekent dat? Daarboven wat gevaarlijk. Onder het dubbeltje. Ja. Dan kon alles. Oh, het dubbeltje, onder het geel. Ja. Ja. U houdt van bijen? Ja. Ja, anders wou ik ze niet meer hebben. Als ze ook niet stoken, wou ik ze ook niet hebben. Die bijensteken die u krijgt, is dat niet slecht? Dat is goed, voor de reumatiek. Echt waar? Ja, zeker. Heeft u nog meer van die middeltjes? Oh, zo zijn er zoveel. Als je nou een dikke keel hebt, wat? Dan zoek je maar in het land, warm maar op. Doe ze maar in een doekje en laat ze er maar omheen. Probeer het. Ja? Ik ging bij Willem van den Bogert om 11:30 bracht ik ze. En om 12:00 ging ik bij hem kijken of dat hij dood was. Toen zat hij aan de tafel. Een kiespijn, genaste hij ook, geloof ik. Ken jij bruine scheepsteer? Ja, wel eens gezien, ja. Van die bruine? Ja. Oh, hij deed er een drappeltje met een houtje in. Je vliegt meer kap door de zaal, de weg, kiespijn. Ja, dat is heel... Maar een maand later, bij de dokter. Bij wie ben je geweest? Bij Dirk van Oort. Ja, ik zal hem laten halen, hij is gitzwart. Dat deed hij. Hoe oud bent u nou? Ik? Ja? Nou, ik was 82. 82. En zou u nog lang willen leven? Dat is een tweede vraag. Hoe oud ben jij? 42. Nou, zou je lang willen leven? Ja. Ja, maar je hebt er niks over te zeggen, want het kan best gebeuren nadat het afgelopen is. Dat is waar. Oh. Maar dan wil ik het nog wel. Oh, willen. Dat is geen kunst. En u? Ja, het is net zo. Het is net zo goed als ik gisteren op de wereld gekomen ben. Ik kan heel niet geloven dat ik er 80 jaar overeind gesloffen heb. Niet? Nee. Ik kan nog baarvul. Baarvul, ze hoeven niet te zeggen dat ik oud ben. Want ik zie nog nadigens tegenop. Niet? En dan kunnen ze bij gauw genoeg zeggen, je bent oud voor een geweer. Maar dan mag ik erom lachen. Want diegene die dat zeggen, die springt nog over de kap. Hij kan nog bar veel. Dat ondervinden bijvoorbeeld de vossen die zijn kippen en eenden opvreten. Dirk van Noord gaat herhaaldelijk 's nachts op vossenjacht. U zit achter het raam daar? Ja, daar zit ik achter. Op de stoel gewoon binnen? Ja, ja, ja. De tafel naar voren, daar leidt geweer op. En dan schiet u door het raam, of hoe gaat dat? Daardoor. Daar ga je. Daar leidt geweer in. U zit helemaal de hele nacht zo? Ja, daar ga je. Oh, spanning. U heeft daar een kip neergelegd, ja. Daar komt hij naartoe? Ja. En dan springt hij op. En met als hij erop springt, bons. Moet u schieten? Ja. Dus hij komt in de nacht maar één keer? Ja, één keer. En in die paar seconden dat hij die kip grijpt, mooi moet hem u hebben. Hem pakken? Mooi hem hebben. En u zit dus 4 uur lang in de houding? Ja. Valt u nooit in slaap terwijl u zit te kijken? In slaap vallen? Ja. Oh, man. Nee, dat is gebeurd. Dat kan ik wel 3 dagen volhouden, zonder slapen. Vandaag om 1 uur is er een jongen heen gekomen. En om 3 uur is er zo'n grote kat heen gekomen. Een kat? Ja, en om 4:30 ben ik naar bed gegaan en na 4:30 had ik de kip weggehaald. Maar nou, maar vroeg is hij eraan, hè. Nou, als we hem hebben, hebben we de 8e. De 8e? En we hebben er 4 misgeschoten.
U pruimt ook, geloof ik. Ja, zeker. Maar geen pakjes te bakken? Ook. Ook? Ook, ja. Maar, maar deze is de beste. Zo kan geen pakjes te bakken tegenaan. Laat u zien, laat u zien. Wat ja, is dat? Daar kan geen pakjes te bakken tegenaan. Kijk, dat doen we zo. Fijn, hè? Dat is natuur. Puur natuur? Ja. De tabak die ik op, dat is geen natuur. En hoe komt u hier aan dan? Ja, hoe komt de kat in de mukken? Wanneer heeft u voor het eerst gepruimd? Oh, toen gingen we naar school. Hoe oud was u toen? Ja, 7, 8. Toen pruimde u al? Ja. Nou, ik geen tabak heb bij me net, dan roep een pruimetje. Ja. Ik wist niet dat je sigaren kon pruimen. Hé, je weet niet veel. Jongen, jongen, ach toe. Jongen, jongen. We zullen zeggen dat je stom geboren bent en simpel gewicht. Gaat u wel eens naar de kapper? Ja, maar zelf. Zelf, hoe bedoelt u? Met de machine. Zelf kappen. Wat voor machine is dat dan? Ook een scheermachine. Een scheermachine? Ja. Doet u het bij uzelf? Ja. Ja, we hebben er aan hier samen. Wie? Een oma en een neef. Met z'n drieën één... Met z'n tweeën. Met z'n tweeën één machine? Ja. Ja, dat heb je zo weer al. Hij je één keer laat knippen, 10 gulden. En doet u het bij elkaar dan? Ja. Ja, die is zo terug. Dat moet je toch kunnen, knippen? Daar hebben die mensen diploma's voor. Die kappers. Allemaal die diploma's hebben, daar schuif ik al naar mijn voeten. Laat u haar eens zien dan. Hoe doen ze dat dan? Zo. Oh, dat is makkelijk, hè? Ja. U heeft nog een aandenken aan Dirk. In de schuur ligt nog een ding. De oude scheermachine. Ja. Och, daar heb ik wel eens mee gelegd. Ik heb een keer hier aan een zoek, maar zo gehouden had hij. Hij zei, knip ik in mijn kruis over de kap. Knip, netjes, goed gedaan alles. En dan ging Dirk in met een kruis over de kap. Die kunsten. Hij doet nou, kijk hoor. Ja, dat weet ik wel, maar... Kreeg mij geen stroom mee. Ja, dat bedoel ik. Dat weet je. Daar ben je Dirk mee kaal geschoren. Waarom heeft u dat bewaard? Ja, waarom? Je wil wat bewaren, dat is het eerste wat ik meegenomen heb van hem, dat ik van hem kreeg. De rest hebben ze allemaal, ja, of het gebleven is, maar dat weet ik ook niet. Het is een aandenken voor u. Ja, laat maar liggen. Heeft u een zondagspak? Ik heb alles. Ja? Trekt u het wel eens aan? Bij gelegenheid. Bij gelegenheid. Maar ik ben veel te rauw om een goed pak aan te trekken. Dat kan niet. Als ik naar de buien ga en ik heb een goed pak aan, dan ziet het eruit. En we staan maar met z'n tweeën. Wie moet schoonmaken? Als je een vrouw hebt en je kunt hem maar neergooien, dan gaat dat wel. Huh? Maar als ik boven kom en ik hang er een jas neer en ik kom 4 weken daarna, hang ik nog net zo. Huh? Maar als je getrouwd bent, is niet, dan had de vrouw een weg afgelopen. Zou u getrouwd willen zijn? Dat weet ik niet, of dat goed geweest is. Dat is zijn voor en zijn tegen gehad. Heeft u ooit verkering gehad? Ja. Ja. Hoe oud was u toen? 20. Hoe zag ze eruit? Hè? Ja, net als een harmonica. Als een harmonica? Ja. Hoe bedoelt u dat? Nou, die speelde ook. En zij speelden ook. Wat speelden ze dan? Van alles. Als het wel hadden, kon ze niet. Ik zeg afgelopen. Maar getrouwd is hij nooit geweest, hè? Nee, nee. Hij heeft wel eens verkering gehad. Hey, dat zei hij, ja. Ik zeg, ja, met een oude knalt wil ik denken erin. Vroeger was toch een hele vrije wereld. U voelt zich niet vrij meer in Nederland? Nee. Waarom niet? Omdat niet dat het veel te veel gedwongen is. Je kunt toch niks beginnen? Waar kun je nou beginnen? Zeg me eens een zaak die je beginnen kunt. Noem maar eens op. Wil je een winkel beginnen? Eerst een vestigingsvergunning.
Maar met de vestigingsvergunning ben je niet klaar. Je moet eerst nog een papier hebben dat je geleerd hebt. Nou, dat hebben wij nooit gedaan. Niet? Nederland is niet vrij meer. Nee. Nee. Buiten vroeger? Ja. Oh, ben je gek, heel. Ben je gek. Nee. Dan zitten we in een gevangenis. We zongen vroeger, we leven vrij op neerbaarde grond. En nou? Wat mogen we nou zingen? Zeg het eens. Er mag veel gebeuren en er mag weinig gebeuren. Maar er moeten domme mensen komen. Hele domme mensen. En dan kan het. En anders kan het nooit meer. Waarom moeten ze dom zijn? Om toch. En dom mensen kan waar van terechtkomen. Maar van een geleerd mens kan niks terechtkomen. Er zijn binnenkort weer verkiezingen, hè? Nou. Gaat u stemmen? Ik niet. U niet? Nee, ja, ik moet wel stemmen. Dat is een man verplicht, maar anders ik het niet. Nee, maar je hoeft helemaal niet meer te stemmen. Jawel, jawel, jawel. Ja, een man moet stemmen. Een vrouw hoeft niet te stemmen. Maar een man moet stemmen. Hoe komt u daarbij? Ja, hoe kom je daarbij van niet? Nou, voor de wet hoef je niet te stemmen. De wet? Wat heb je voor de wet? De Nederlandse grondwet. Oh, de Nederlandse jij de wet van me kloppen. Ik hoef niet te gaan stemmen, hoor. Nee, jij de wet. Ja, je moet stemmen. Als ik nou niet stem, dan krijg ik geen bekeuring. Nee, jij moet stemmen. Je hoeft geen bekeuring te krijgen. Jij moet stemmen. Waarom? Dat staat daarin. Wat is dat? Dat is een dikboek. Dat moet je maar eens lezen. Daar staat in. De Bijbel? Ja, dat een man verplicht is om te stemmen, de vrouw niet. De vrouw heeft ook geen kiesrecht. Daar moet de man voor zorgen. Je moet stemmen. Ja. Verplicht, moreel. Moreel moet je stemmen. En dan ga je niet anders te stemmen, wie ook. Eén uit de huizen Davids en een inwoner van Jeruzalem. Wie het is, die is het. Ik heb geen televisie, ik heb geen radio meer, ik kan alles niet hebben. U mist toch veel als u geen televisie hebt? Maar zat. Wat bedoelt u? Braaien en vuiken maken. Dan ja. Ik kan niet naar de televisie kijken en de vuik maken. Nee. Ja, u ziet niks op de televisie. Zijn er allerlei interessante dingen op de televisie? Die ziet u niet. Dat zie ik en dat is interessant. Dat is mijn hobby. En televisie niet? Nee. Dus u heeft bijvoorbeeld ook nooit gezien dat de mensen op de maan liepen? En dat geloofde jij? Gelooft u niet dat de mensen op de maan geweest zijn? Nee. Waarom niet? Toch niet. Dat is het onmogelijke. Dat is net zo min als jij hier over het water heen gelopen. Geloof je dat dan? Ik heb het toch gezien op de televisie? Och, ik heb zoveel gezien. Hebben ze toch uitgezonden? Ja, maar je kunt net uitzenden waar je bent. Is het een grap van u of gelooft u het echt niet? Huh? Nee, bestaat niet. Uitgesloten. Uitgesloten dat ze op de maan geweest zijn. Maar wat heb ik dan gezien? Ja, niks gezien. En schim. Wat was dat dan wat ik zag? Een schim. Is het getruckeerd, denkt u? Ja. Is het truc allemaal? Ja. Heeft u dat wel eens tegen andere mensen gezegd? Dat u dat niet gelooft dat ze op de maan zijn? Ja, zeker. En wat zeggen ze dan? Wat zeggen ze dan? Daar kunnen ze ook geen uitslag op geven. Zeg als jij nou zegt, ze zijn erop geweest. Ja, dat zeg ik. En ik zeg van niet. Nee. Staf het toch gelijk? Ja, dat is waar. Oh. Nee, dan komen ze nooit. Ze komen er ook nooit, denkt u? Komen er nooit op de maan. Waarom nooit. Niet? Waarom niet? Want zouden ze er komen, dan bevriezen ze. En op de zon kunnen ze ook niet komen, want dan verbranden ze. Maar u vindt het ook niet nuttig dat de mensen de ruimte ingaan, of wel? Dan moeten ze uitblijven. Waarom? Ze horen er niet. De vogeltjes die horen in de lucht en de mensen op de aarde. Maar de mensen willen altijd dingen onderzoeken. Ze doen dingen die onduidelijk zijn. Dat is net één, dat is nou met water. Is dat nou duidelijk of is het goed? Nou, die sloot is helemaal verpest. Ja, ik zou haast zeggen van dodelijk. Toen wij voor 50 jaar terug zeiden dat ze dat moesten keren, toen lachten ze erom. Toen zeiden ze, we mogen beginnen als we niet meer mogen spuiten.
En toen kregen ze een antwoord. Ik zei, ga waar moet je beginnen als je door achter de heg leidt? Waar moet je dan beginnen? Nee, de geleerdheid is wel ver, maar hij is te ver. Ja, hij is vooral bekend geworden over dat hij niet geloofde dat de mensen op de maan waren geweest. Hè? Ja, dat was een heet hangijzer. Dat was gewoon. En zomers, dan kwamen daar een hele koppen mensen. S'avonds, als het ware, was onder die boom. Ja. En dan Dirk erbij en dan was dat altijd het gesprek. Hè? Dirk, zijn ze er op de maan geweest? En dan begon hij weer. Hè? Maar nu weer die verneinig, hoor. Ja. Schimmen ze, Dirk. Wat? Daar komen ze nooit, zei Dirk. Dat kan niet. Gemurizen? Ja, dat kan niet, zei Dirk. Dat kan niet. Ah. Nee, daar moest je niks van hebben. Dat had hij nog mooie jaren gehad, nadat de film geweest is. In een vrouwenhuisje kwam er vulkens. Met twee kinderen. Ja. Die man had die vrouw in de steek gelaten. Ja. En die is bij Dirk ingewoond aan de voorkant van het huis. Hij bleef in het hak zitten. En die had hem verzorgd. Ja, dat is zijn laatste. Die had hem schoongehouden en verzorgd. En nog mooie jaren gehad. Ja. En de enige wat die vrouw altijd deed, dan vond het jammer voor die vrouw. Kwam ze met middageten. En dan werd hem bij hem neergezet. En het eerste wat hij deed, een fles melk grijpen over het eerder gooien. Kijk, waarom doe je dat, Dirk? Dan kun je ver kijken, zei hij. Ja. Kun je het geloven? Gelooft u in een schepper, in God die de wereld maakt? Dat kun je zien. Dat kun je zien uit de schriftuur en de natuur. Als er een donderbui opkomt, wie kan hem keren? Hij gaat hen wat hij wil, hij brengt wat hij wil en hij doet wat hij wil. Die vuurspugende barst die nou gewerkt had, hoe is het een mirakel? Dan had hij die lava omhoog gebracht en die had hij 300 à 400 kilometer verder Rusland ingebracht. En daar is hij neergekomen met zware donder en zware neerslag. Hoe kan dat? Is dat voor u het bewijs dat een schepper bestaat? Ja, tuurlijk. Dat kun je in alle dingen toch zien. We kunnen ze voldoen als we willen. We kunnen poten en nat maken, maar jij moet eens wel laten groeien. Hij is hier in Els begraven. Ja. De oude kerkhof. Oude kerkhof. En wat staat er op zijn steen? Niks. Nee, er is geen steen, hè? Is er geen steen. Hij wou dus helemaal geen steen. Nee. Hij wilde dat helemaal niet, die man. Die wilde helemaal niks. Die wilde gewoon leven zoals hij was. Ja. Dan was Dirk van Hoed en niet anders.